Jessica gaf hele mooie tips over hoe je eigenlijk die verbinding, het leren van elkaar en eigenlijk het verbeteren van jezelf, van je organisatie of van de processen waar je in zit, hoe je dat in het klein kunt beginnen. Die verbinding, het leren met elkaar, het is echt een prachtige manier via Host to Transform om daar meer grip op te krijgen en om ook die ervaring die ik nu net zelf heb meegemaakt, om die wellicht ook morgen of volgende week op mijn werk in te kunnen zetten. Vooral, stel je voor, kijk nu heb je veel bedrijven die niet goed gaan of zo, die misschien met conflicten onderling of wat dan ook, dat dit echt wel een middel is waardoor bedrijven er weer bovenop kunnen komen. Ja. Omdat je ziet elkaar dan op een ander vlak dan dat je elkaar ziet in, oh, het bedrijf gaat slecht, zeuren. Ja. Ik denk dat dat een middel is om misschien zelf boven een faillissement op te komen. Ik denk dat de oefeningen die Jessica zojuist met ons gedaan heeft, heel goed zijn om mensen meer betrokken te laten zijn bij de mensen om zich heen. Zichzelf meer naar buiten kunnen keren. Met andere woorden, engagement, zeg maar agile, wat een fantastisch mooi woord is, maar wat ook nog eens waargemaakt moet worden. Ik denk dat Host to Transform een methodiek is om dat binnen bedrijven op een goede manier te doen. En te komen tot flexibele medewerkers die in deze tijd meer vitaliteit kunnen tonen. En ik ben zeer enthousiast over de methodiek die Host to Transform daarvoor presenteert. Eigentijds. Eigentijds en fantastisch doeltreffend. Ik kan niet anders zeggen. Heel goed. Ik vond het dus nu heel leuk dat iedereen door elkaar heen liep. Dus als je een grote. Ik heb het eerder een keer meegemaakt met een kleiner groepje. Uh-huh. En dan heb je veel meer interactie in een soort kringversie. En dan ben je ook even los van de normaalheid. Uh-huh. Maar dat dus leuk is als je dat je zelfs dus met een hele grote groep allemaal door elkaar kan gaan lopen en dat het dan ook heel goed werkt. Ja. Dat vond ik heel leuk. Ja, en ik vond ook heel persoonlijk heel tof wat er dan toch weer uitkomt. Twee mensen die naast elkaar staan. En die uit dezelfde school komen. Hockey en weet ik veel wat, dat ze dat delen. Echt bizar. Ja. En websites en hele klantenkringen erbij. Ja. Nou, en daar kom je dus anders gewoon überhaupt nooit achter. Nee, dan kun je eeuwen naast elkaar werken, maar je hebt geen idee. Ja, top. Dus heel leuk. Yay! Yeah.